Imada Nouri van Groen zit bij mij in de studio. U stelde een vraag over extreemrechtse aanslagen. Staatsveiligheid waarschuwt daarvoor. Bent u ongerust? Ik ben niet zozeer ongerust, maar wel zeer waakzaam. We zien in de rapporten van Europol onder andere dat er staat dat de ons omringende landen, Europese landen, er toch wel een verdubbeling is of een vermeerdering is van het aantal geweldplegingen door extreemrechtse actoren. Je ziet ook een artikel vorige week nog in de Financial Times waar dat experten spreken over beter georganiseerd en meer waarschijnlijk geweld gebruikende extreemrechtse organisaties. Dus ik denk dat we als politici en als burgers van dit land zeer waakzaam moeten zijn voor een andere vorm van extremisme die onze maatschappij ook wel wil ontwrichten. Ja, we moeten waakzaam zijn, zegt u. Deelt minister Homans die ongerustheid? Zegt zij ook dat we waakzaam moeten zijn? Nu, al sinds op basis van het antwoord dat ze mij vandaag gaf, miste ik toch wel een zekere sense of urgency. Er werd wat gezegd van alles wat we nu doen, doen we al goed. En heeft ook voor een stuk al een impact op het afremmen van extreemrechtse radicalisering. Maar ik deel die mening niet. En er werd ook voor een stuk verwezen naar andere vormen van radicalisering waar we ook waakzaam voor moeten zijn. De laatste uiteraard. De commissie radicalisering is opgestart. Mede door Groen. We hebben een kamerbrede resolutie ingediend waar ik van in het begin bij betrokken was na de religieus geïnspireerde aanslagen in Parijs. Dat is de afgelopen jaren onmiskenbaar een van de grootste uitdagingen van onze samenleving geweest. En we mogen daar nu niet te relaxed in worden, vandaag de dag nog altijd. Dat is een risico. Maar extremisme kent vele vormen en maten en gewichten. En we moeten voor al die vormen natuurlijk wel waakzaam zijn. Je hebt het religieus geïnspireerde, extreem rechts zien we nu ook in Europa opkomen en ook al die andere vormen natuurlijk. Ja, u spreekt over verschillende vormen. Er is een actieplan in Vlaanderen, maar die zitten allemaal vervat in één actieplan. Heeft niet elke vorm één gecoördineerde aanpak nodig? Wel, eerst en vooral wil ik nog even verduidelijken wat voor mij het belangrijkste is. Voor mij mag je ideeën hebben, je mag radicale ideeën hebben, maar de grens die we moeten trekken is natuurlijk daar waar het er opgeroepen wordt tot haat en geweld wordt gebruikt. En dat kan vanuit een religieuze insteek zijn, van een politiek extreemrechtse, extreemlinkse, maakt niet uit. Maar tegen al die vormen moeten we als maatschappij een heel duidelijke lijn trekken en zeggen, tot hier en niet verder, maar we gaan jou bestrijden. Vergt dat een globale aanpak of moeten we meer specificeren? Allebei. Je hebt een globale aanpak nodig, een totaalplan van hoe je dingen wil aanpakken, maar tegelijkertijd moet je ook maatwerk hebben. Ik geef een voorbeeld. Op dit moment zijn er projectoproepen die gedaan worden voor organisaties om jongeren te bereiken en ze weerbaar te maken van de invloeden van radicalisering. En dan heeft u het bijvoorbeeld over de meeting points in Antwerpen. Inderdaad, daar heb ik net aangehaald ook als voorbeeld. Ik ben zelf ook ooit naar zo'n meeting point gegaan en dat is eigenlijk heel interessant en heel, heel leerrijk. Wat gebeurt dat? Wel, je hebt daar bijvoorbeeld een zeer vlotte en goed intelligente imam die daar zit en die jongeren al hun vragen laat stellen over religie en uitlegt van kijk jongens, religie, islam in dit geval en democratie zijn perfect compatibel. Je kan je identiteit uiten en deel uitmaken van een samenleving en geweld is geen deel van een islam als geloof. We moeten ons daar allemaal tegen verzetten en er is ruimte om te discussiëren, er is ruimte om jezelf te ontdekken en er is ruimte om al je vragen te stellen. Het is een heel open en transparant iets. En daar is de verdienste enerzijds van jeugdorganisaties die jongeren bereiken, anderzijds van experten die daarop ingaan. En ook natuurlijk de overheid die dat platform voorziet. Maar het spreekt voor zich dat een organisatie die vooral jongeren bereikt, die op een islamitische manier zijn opgevoed, die misschien allochtone roots hebben, die daarmee betrokken zijn, ja, dat je daar op die plek natuurlijk niet die jongeren zult bereiken die risico oplopen om gevangen te worden door extreemrechtse radicale ideeën. Dus je moet daar natuurlijk een totaalplan hebben om die jongeren te bereiken, maar je moet per groep een maatwerk hebben om die specifieke jongeren te bereiken, want natuurlijk. Er is wel gebleken dat er een lage actiebereidheid is bij zo'n jongere. Dus overdrijft u dan? Nee, ik denk het niet. Ik denk de fout die we in het verleden hebben gemaakt, die de politiek in het verleden heeft gemaakt en die ik als nieuwe generatie politici niet wil maken, is de dingen te laat doorhebben. In het verleden is er te vaak gezegd over bepaalde radicale organisaties, acht zijn maar een bende clowns en je moet dat niet zo serieus nemen. Totdat ze effectief zijn overgegaan tot geweldplegingen en jongeren hebben geronseld om naar Syrië en Irak te trekken. Ik wil daar nu voor zijn. Je ziet in de ons omringende landen, maar ook in de Verenigde Staten, dat die extreemrechtse groeperingen, ja, dat de stap naar actie, al wat je nodig hebt, is één gek die over kan gaan tot moorden en die anderen kan inspireren, dat je daarvoor moet zijn, dat je daar maximaal op moet inzetten. Absolute veiligheid is een illusie.
Maar veiligheid moet wel een absolute prioriteit zijn. En je moet daarop inzetten en je moet dat voorkomen. We moeten proactief zijn. Onderneemt de minister voldoende stappen om inderdaad een paar passen voor te zijn? Wat mij betreft op dit moment nog te weinig. Ik denk dat er een paar dingen zijn die heel goed gaan als het gaat over het aanpak van religieus geïnspireerde radicalisering. En dat we daar jongeren wel voor een heel groot stuk op dit moment bereiken voordat ze slachtoffer kunnen worden of gegrepen worden door die radicalisering. Je ziet dat door projecten zoals CPIRE, waar we binnenkort mee bezoek gaan, die jongeren van het islamitische hoek sterk maken en weerbaar maken en hen opleiden of meehelpen actieve burgers te worden die mee een dam opwerpen, net zoals het overgrote deel van de moslims trouwens, tegen radicalisering. Maar op het vlak van extreem rechts en andere vormen van geweld en radicalisering die ook een gevaar vormen voor onze democratie, blijf ik op mijn honger zitten. Ja, want u werd wel in de commissie aangesproken op het feit dat uw ongerustheid zich voornamelijk focust op dat extreem rechtse en minder op extreem links en op jihadisme. Dat laatste denk ik niet. Ik denk niet dat ze dat daarmee bedoelde, omdat ik zelf ondervoorzitter ben van de commissie radicalisering, ook mee de resolutie heb ondertekend en van in het begin altijd een heel uitgesproken rol heb gespeeld in het bestrijden van extreem rechts, van extreme jihadistische radicaliseringsgroepen. Waarom? Omdat voor mij is de inzet eigenlijk, extremisme is één en hetzelfde iets. Het heeft verschillende vormen, maar het heeft wel dezelfde kern. En die kern is mensen verdelen tussen de goede en de slechte. En geweld gebruiken en de samenleving ontwrichten. Dat zijn dingen die elke democraat, en ik noem mezelf democraat in hart en nieren, zich tegen moet verweren. En ik heb dat toen gedaan en ik blijf dat doen, elke dag opnieuw tegen radicalisering op vlak van religie. Maar ik zal het ook doen op elke vlak van andere vormen van radicalisering. En nu zie je onder andere na de oproepen van staatsveiligheid, want men gaat er licht over, maar staatsveiligheid heeft die oproepen gedaan, na de oproepen van Europol, na onderzoek, onderzoek en onderzoek en na de uitzending van PANO, denk je dat elke democraat nu ook wel waakzaam moet zijn en stappen vooruit moet zetten. Ja, die PANO-reportage, die beruchte PANO-reportage, heeft u die gezien en was u daarvan geschrokken? Ik heb die gezien en ik was eigenlijk niet geschrokken. Waarom? Omdat je wel voelde dat er Schild en Vrienden een soort van alt-right draaiboek gebruikt, bij wijze van spreken. Alt-right uit de Verenigde Staten, heel populair daar, maar ook verschillende vormen die je bij ons ziet, zoals Génération Identitaire bij Frankrijk en andere vormen in Europa. En die hebben een heel mooie façade, een voordeur van keurige jonge mensen die zich zorgen maken over de democratie in Europa of in hun eigen land van herkomst. Maar achter de façade zie je natuurlijk dat daar, zoals de PANO ook heeft uitgezonden of uitgemaakt, dat je daar extreem haat, extreem taalgebruik ziet, haatdragende boodschappen, seksistische boodschappen, antisemitisme, islamofobie, al dan niet jongeren die dwepen met geweld, burgeroorlogen, poseren met wapens. Dingen die ons toch wel zeker zorgen zouden moeten maken als democraten. Maar minister Homans had het over een voedingsbodem. Dus onder andere migratie zorgt ervoor dat mensen misschien eerder naar extreem rechts beginnen te neigen. Begrijpt u die voedingsbodem? En begrijpt u ook dat de minister zegt, we moeten ons ook zorgen maken over die migratie moet bespreekbaar zijn? Elke radicalisering heeft een voedingsbodem. Dat spreekt voor zich. Dat geldt ook voor jihadistische radicalisering. Dat geldt ook voor extreemrechtse radicalisering. Maar voor alle duidelijkheid, wat de oorzaken ook mogen zijn, welke maatschappelijke uitdagingen er ook zijn, of het nu gaat over uitsluiting, islamofobie, racisme en discriminatie, enerzijds of anderzijds, als het gaat over de globaliserende wereld, migratiestromen die op een andere manier zijn aan het evolueren in onze samenleving en de identitaire kwesties die natuurlijk zijn aan het evolueren in die geglobaliseerde wereld. Wat die voedingsbodem ook mogen zijn, dat moet deel uitmaken van het democratisch debat waar u, ik en andere politieke partijen van mening mogen verschillen. Het debat op het scherp van de snee moeten voeren, maar nooit, maar dan ook te nooit, mag dat een excuus zijn voor het gebruiken van geweld en het oproepen tot extremisme en radicalisering. En dat is de lijn die we met alle partijen moeten trekken. Je mag over alle dingen van mening verschillen. Er zijn verschillende zaken gaande in onze maatschappij waar er verschillende actoren een andere mening over hebben. Lang leven het debat. Laten we die problemen die er zijn ook aanpakken. Maar op geen enkele manier is dat een excuus of een vergoelijking voor het gebruiken van dodelijk geweld. Oké, laatste vraag. Ervaart u zelf een toenemende onverdraagzaamheid? Dat is een dubbel gevoel. Ik denk dat je enerzijds op de plekken waar er verschillende mensen zijn van verschillende origine, dat je ziet dat daar wel op een veel betere manier wordt samengeleefd. Er is trouwens een integratiemonitor geweest in 2013, die zelf ook aangaf hoe hoger de contactfrequentie, hoe minder de weerstand. Dus hoe meer mensen met elkaar een stad delen, openbare ruimte delen met die verschillen, met een goede sociale mix, hoe meer dat je ziet dat die weerstand afneemt. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die in niet diverse omgevingen wonen, werken en zich begeven, zich
natuurlijk ook wel zorgen maken over die dingen die ze zien op het nieuws, die ze ook niet begrijpen en die natuurlijk wel voor een stuk in angst leven. Dus ik denk dat er beide dingen zijn aan het gebeuren. In een stad als Antwerpen zie je heel veel mooie zaken, ook bij jongeren, van hoe je perfect naast elkaar kan samenleven en hoe de identiteit als Antwerpenaar meer lagig is. Maar op andere plekken zie je nog dat dat wel een verhaal is waar we nog aan moeten werken. Oké, dankjewel Imad Anouri. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.